In deze video lineaire vergelijkingen met haakjes. En het lijkt heel erg op wat we tot nu toe gedaan hebben. Het enige is dat we nu haakjes moeten wegwerken voordat we verder gaan met deze vergelijking. Dus laten we dat maar gewoon doen. Dus haakjes wegwerken. Dan krijg ik 3 keer x en dat is 3x. Ik krijg 3 keer min 1 en dat is min 3. En aan de rechterkant staat min x plus 12. Nou, dit is eigenlijk het stapje wat erbij komt. Dus dan gaan we nu verder met overbrengen van termen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik de letters aan de linkerkant heb staan en de getallen aan de rechterkant. Dus deze letter, min x, breng ik over het gelijkteken heen. En dan verandert het teken, dus dat wordt plus. Nou, ik heb hier al 3x staan, dus 3x plus x is 4x. Nou, heb ik een negatief getal, min 3, en die breng ik over het gelijkteken heen en dan wordt die positief. Nou, dan staat er 12, dus dan krijg ik hier 12 plus 3. En dat is 15. Nou, ik wil weten wat x is, ik wil niet weten wat 4x is, dus ik ga links en rechts delen door 4. Nou, 4x gedeeld door 4 is x en 15 gedeeld door 4 is 3, 3 vierde. En dan gaan we nu oefenen. Dus je kunt hem op pauze zetten en dan kun je het zelf proberen. En dan kun je kijken of je antwoord klopt met mijn antwoord. Oké, de eerste vraag. A. Ik ga krijgen 5 keer x, dat is 5x. En ik ga krijgen 5 keer min 2 en dat is min 10. En aan de rechterkant staat 9x plus 20. 9x is positief, breng ik over het gelijkteken heen en wordt dus negatief. Nou, hier staat 5x, dus dan krijg ik 5x min 9x en dat is min 4x. Min 10 is negatief, breng ik over het gelijkteken heen en wordt dus positief. Dan krijg ik 20 plus 10 is 30. Dan ga ik links en rechts delen door min 4, zodat ik heb x. En 30 gedeeld door 4, 30 gedeeld door min 4 is min 7,5. Vraag B, we gaan de haakjes wegwerken aan de linkerkant. Dus dan krijg ik 4 keer x en ik krijg 4 keer min 2. Er staat er nog plus 3, 8. Ik krijg min 7 keer x en ik krijg min 7 keer min 6. Min en min is plus, dus dat is plus 42. Nou, ik ga de getallen aan de linkerkant ga ik eerst eventjes bij elkaar doen. En dan krijg ik 4x min 5 en aan de rechterkant krijg ik dan min 7x plus 50. Nou ga ik aan de slag met overbrengen van termen. Ik zie hier min 7x is negatief, breng ik er overheen en wordt dus positief. En hier staat al 4x. 4x plus 7x is 11x. Hier staat een negatief getal, breng ik er overheen, over het gelijkteken, en wordt dus positief. En er staat 5, hier staat 50. En 50 plus 5 is 55. Nou, dan ga ik delen door 11, links en rechts. Nou, 11x gedeeld door 11 is x. En 55 gedeeld door 11 is 5. Einde video. Tot de volgende keer.